Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het prima hoor. Ja, allemaal goed. Dan kan ik zeggen, hè, we gaan zo richting kerst. En daarna aan het nieuw. En dan hopen we dat het binnenkort weer mooi weer is. Circle of Life. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Want waarom niet? Als we niet gaan kijken, weten we ook niet wat eronder zit. Het zijn allemaal... allemaal dat soort dingen. Nou ja. Ah, moet ik eens drinken. Van Schweppes. Schweppes is een frisdrankmerk. Over het algemeen schenken ze Schweppes Tonic. En Schweppes Bitter Lemon in zaken. En voor de rest helemaal niks. Eigenlijk is dat een tonic en Bitter Lemon van Schweppes. Ja, volgens mij wel. Maar goed, wat is dit dan? Tonic. Pink Tonic Apero Time. Apero Time. Met extracten van quina. Zo, zitten extracten van quina in, jongens? Hoe vind je die? Wie is quina? Ze doen net of het een borreltje is. Zit er alcohol in dan? Nee. Er zit quina in. Wat is er? Wat de hel is quina? Of is dat gewoon quinine? Wat altijd in tonic zit. Vragen. Maar goed, wat zal het uitmaken? Aperotime is volgens mij tijd voor een drankje. Aperitief. Aperotime. In ieder geval, dit is pink tonic. Dus roze tonic. En dit is Indian tonic. Ook aperotime. Met extracten van quina. Dus dit is Indian tonic. Dit is roze tonic. Nou, dan is dit rode tonic. Nee, dit is agrumes. Huh? Agrumes? Wat is nou weer agrumes? Agrumes, citrus maken van sinaasappel, pompoenmoes, limoen en mandarijn. Hier hebben ze gewoon alle citrusvruchten bij elkaar gesodemieterd. En dat heet dan agrumes. Een moeilijke review tot nu toe. Er gebeuren allemaal dingen die ik niet helemaal snap. Maar goed, ook leuk. En wat is dit dan? Dit is Virgin Mojito. Mojito, dat is een ongelooflijk alcoholhoud drankje met rum en met tequila volgens mij ook. En wat ik wat allemaal, maar dit is Virgin Mojito, dus alcoholvrije drank. Dat staat er ook bij, alcoholvrije drank. En met smaak van limoen en munt. Ja, maar dat prop je inderdaad in een mojito met allemaal ijs en een stampertje. En een zes denk je dat je Jezus Christus zelf bent, want dat is zo sterk als de pest. Nou ja, weet je wat het is jongens? Ik sta overal voor open tegenwoordig. Nou, dat is niet waar hoor. Ik sta wel eigenlijk helemaal nergens voor open. Maar we gaan het wel gewoon proeven. Ik begin dus met de gewone tonic. Dan doe ik de roze tonic. Dan doe ik de agrumes. Agrumes. En dan doe ik de Virgin Mojito. Het is nog vroeg. Dus als ik nu gelijk begin met iets wat op alcohol lijkt, dan ga ik raar doen. En dat willen we allemaal niet, toch? Precies. Indian tonic, Apero Time van Schweppes. Ja, ruik een tonic. Smaakt naar tonic. Het is niet eens zo'n hele lekkere tonic, vind ik, van Schweppes. Ja. Ik vind Fever Tree het lekkerste, maar dat is ook hartstikke duur. Maar goed, Indian tonic. Mm. Ja, die extra quino, of extra quina die ze erin hebben gemieterd, die proef je niet. Dus dit is gewoon een tonicie. Dit is gewoon, als je ergens op een terras tonic bestelt, dan krijg je Indian tonic van Schweppes in glas. Zijn mensen die het lekker vinden, vind ik niet zoveel aan. Wat is tonic eigenlijk? Wat zit er eigenlijk in tonic? Water, suiker en citroenzuur. En quina. De poes van Wilhelmina. Zo. Pink tonic. Met extra quina. Punt is natuurlijk, we drinken dit vanuit blikkie. Dus of het nou pink is of niet, dat weten we niet. Het zal wel. Ja, ons noem je niet zo. Hm. Smaakt het anders? Jazeker dat het anders smaakt. Holy moly. Wat zit hierin, joh? Hier zit water, suiker. Een zwarte bes. In de pink zit zwarte bes. En dat proef je. Het is een soort combinatie van cassis en tonic. Is het vies? Nee. Nee, het is niet vies. Het is heel bitter, zoals het hoort. En het is niet overdadig. Het is ook niet overdadig zoet. Waar dit eigenlijk nog niks maakt, smaakt dit wel naar wat? Is het dan daarmee per definitie heel lekker? Nee, het is een soort cassis
waar eigenlijk een beetje de smaak vanaf is. En dan hebben ze de kina bij gegooid. Hm. Is niet vies hoor. Zit een prima smaakje aan. Zit geen smaakje aan. Dan gaan we over naar de agrumes. Kunnen we wel een soort prijsvraag maken. Wat is in hemelsnaam agrumes? Ik ben er niet van plan om op te zoeken. Ik accepteer gewoon dat ik niet weet wat agrumes is. Maar ik denk dat agrumes iets is als frisdrank met alle citrusvruchten die we tegenkwamen in de supermarkt. Waaronder dus sinaasappel, pompoenmoes, limoen en mandarijn. Waarom zit er dan geen citroen in? Vraag me af. Nou, dan ga ik gelijk even kijken. Water, suiker, sinaasappel, extracten, voedingszuur, citroenzuur. Er zit wel gewoon citroenzuur in. En natuurlijk aroma's van citrusvruchten en andere natuurlijk aroma's. Nou, ik weet het niet hoor, maar we gaan het wel proeven. Agrumes met allemaal dingen die je moet schillen. Ruikt inderdaad naar, ruikt gewoon een beetje naar sinaas, maar hoe is de agrumes, Jan? Mag ik ze even vertellen? Ik vind hem hartstikke lekker. Het doet natuurlijk een beetje denken aan sinaas, maar dat is het niet, want er zitten ook andere spullen in, zoals limoen, citroen, pompoen, mandarijn. Maar het is een lekkere smaak. Het is ook niet te heftig bruisend of zo. Het is niet dat je denkt, god, wat een koolzuur. Het is prima. Het is ook niet heel, heel erg belachelijk zoet. Het heeft nog steeds iets weg van tonic. Terwijl dit agrumes, daar heeft het natuurlijk helemaal niks met tonic te maken. Maar het heeft wel een beetje, het zit in de lijn van deze smaken van de Indian tonic. En ik begrijp deze opbouw. Dit is niet echt smaakvol. Dit is smaakvoller. Hier zit volle smaak in. Hoe zou de version mojito zijn? Ik ben benieuwd. We gaan gewoon proeven. Mojito is een alcoholhoudend mixje. En daar hebben ze een niet-alcoholhoudend mixje van gemaakt. Ik denk dan dat je een beetje eigenlijk alles eruit hebt gehaald waarvoor je zoiets drinkt. Maar hoe am I? Je zou toch een alcoholvrije Bacardi Cola drinken? Dat is toch ook raar? Maar goed. Mojito zonder drank. Ja, nou, ja. Mm. Ja, limoen en munt zit er in de mojito. Dat is ook precies wat je proeft. Limoen en munt. Je proeft limoen en munt. Wat het met de mojito te maken heeft, dat mag Jozef weten. Behalve dan dat in een mojito ook limoen en munt zit. Hè? Maar je kan beter limoen en munt drank noemen, want het smaakt naar niks anders dan limoen en munt. Hier staat dan mojito, alcoholvrije drank, met smaak van limoen en munt. Oh ja, staat er ook gewoon op, dat het smaak is van limoen en munt. Maar met mojito heeft het gewoon hol te maken. Mojito met smaak van limoen en munt, en het smaakt alleen maar naar limoen en munt, dan had je ook bijvoorbeeld kunnen zetten, dat je bijvoorbeeld zegt, koffie, met de smaak van limoen en munt, en dat het dan gewoon naar limoen en munt smaakt. Of dat je bijvoorbeeld hier sinaasappelsmap, met de smaak van limoen en munt. En dat het dan alleen naar limoen en munt smaakt. Of dat je hier opzet hondendrol. Met de smaak van limoen en munt. En dat het dan alleen naar limoen en munt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dit slaat nergens op. Dit heeft niks met mojito te maken. Maar is het vies? Maar ik vind limoen en munt samen niet genoeg voor een drankje. Dus ik vind de smaak een beetje. Maar ja, het is ook niet heel erg goor hoor. Ach, nou ja. We hebben vier leuke blikjes van Swips. Het zal allemaal wel. Tijd voor de cijfertjes. En die cijfertjes, ja, die worden niet goed, die worden ook niet slecht. Het is eigenlijk gewoon een beetje een saaiig product. Laten we wel wezen. Nou, de Virgin Mojito is geen mojito. Virgin is hij wel, want er zit geen alcohol in. Dus hij is ook maagdelijk als een jonge dame. En het smaakt inderdaad naar limoen en munt. Maar ja, het heeft gewoon niks te maken met hoe het heet. En limoen en munt is een beetje een lullige smaak met elkaar. Dus deze krijgt bij mij een 4. Het is gewoon een zinloos blikje. Gewoon helemaal niet leuk. De gewone tonic is niet zo heel interessant. Eigenlijk maak je er een mixie van, toch? Het is toch eigenlijk voor gin en tonic is het lekkerste een GT. Maar ik gooi geen Schweppes tonic in mijn gin. Omdat ik dat zonde van de gin vind. Omdat ik deze tonic gewoon vind. En dat is hij ook. Het is gewoon een 5-ie. Wie niet? Indian tonic, 5. En wat die extra quina doet, dat mag Jozef weten. Dat weten we allemaal niet. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het is een verkooptrucje, ook goed. De pink tonic is een stukje interessanter dan de Indian tonic. Want, naast dat hier dan geen Indian in zit.
Niet leuk. Okay. Hier zit een smaakje in. Daar hebben ze zwarte best bij gemieterd. Dus het is smaakloze tonic met een smaakje. En dan krijg je dus pink tonic. Super lekker. Nee hoor. Gewoon een tonic met een smaakje. Deze die krijgt van mij een zesje. Ja, het is ook niet een onvoldoende. Het is gewoon... Het zal wel, weet je wat, het zal wel blikje. Ontdekking van deze review is de agrumes. Agrumes, het zal wel. Het interesseert niet eens wat dat betekent. Maar wat ze nou gedaan hebben is een pompoenmoentje. Dat is zo'n hele grote grapefruit, zeg maar. Ja, het zal het wel niet zijn, maar ik noem dat dan een hele grote grapefruit. Het is in ieder geval heel groot, het is een citrusvrucht. Pompoenmoes, zei dat. Pompoenmoes, sinaasappel, limoen en mandarijn. Als je bij elkaar gekegeld... Prik je erbij. En dan krijg je dus agrumes. En is agrumes lekker? Ja. Prima frisdrankie. Niks meer mis mee. Ik drink dat soort dingen niet. Maar het is helemaal niet vies. Goed van smaak. En er zit ook een soort tonic dingetje in. Dus er zit een bittertje in. Het is niet alleen maar, god vergeten, zoet of zuur. Het is prima. Deze krijgt van mij gewoon een 7. Ja. Ja jongens, kijk. Er is buiten ook niks aan. Dan betekent het natuurlijk niet dat er binnen wel wat aan is. Of dat de review heel spraakmakend is. Het is een beetje een mama reviewtje. Ik zou voor dit reviewtje ook een 6 geven. Maar ja, 4 blikjes zwaps. Geen moer aan. Ahmed, doe even een beetje meer je best. Nou, prettig weekend. Ah.